Niet alleen in de grote stad, maar ook op het platteland neemt het aantal zwerfkatten hand over hand toe. Het zijn de verschoppelingen van de wegwerpmaatschappij. Want de meesten hebben eens wel een huis gekend waar ze welkom waren. Net zo welkom als de tot in het overdrevene vertroetelde raskaters en sierpoezen, waarmee velen in Nederland van de ene tentoonstelling naar de andere reizen om ze tot in onderdelen te laten bekijken en keuren. Van deze poezen zullen er niet veel ooit in het asiel komen, zoals nog maar al te vaak gebeurt. De oorzaak is volgens mij dat de mensen gewoon te vlug in de beslissing nemen om een kat te nemen. En denken op dit moment van nou, het is allemaal leuk, zo'n lief jong katje. Maar dan na een jaar, of twee jaar, dan komt de ellende. Want dan is de leukigheid er ten eerste af. En ten tweede, dan is het bankstel vernield of het behang is vernield. Of meneer en mevrouw moeten met vakantie en dan moet de kat naar weg. Amsterdam kent naast het asiel ook een paar poezenboten, waar gemiddeld zo'n 250 katten verblijven en waar de dagelijkse verzorging van de dieren door vrijwilligers gebeurt. Maar daarmee wordt het probleem van de voortgaande uitbreiding van het leger zwerfkatten niet opgelost. Een bewoonster van de Jordaan doet daar wel wat aan. Nou, ik maak dat eten klaar voor die zwerfkatten. En dat doe ik om de 3 weken krijgen die zwerfkatten de bil. En dan krijgen ze geen kleintjes meer. Dat doe ik dan in dat eten. Ze wachten elke avond op me. Dat is echt waar. Kan je gaan kijken. Sommige mensen zien dat tegen, hè? Die willen dat niet, dat je die katten voert, maar je kan ze dan niet laten verhongeren. Dus daarom doe ik het, 's avonds altijd. Maar wie niet zo'n beschermvrouw heeft, moet elke dag zelf maar zijn kostje zien op te scharrelen. Vooral in de stad vormen zwerfkatten onder andere in hygiënisch opzicht een groot probleem. Maar een aanvaardbare oplossing daarvoor heeft niemand nog gevonden.